Ja, fijn dat ik heel kort even wat mag toelichten rondom het project. Geweldig in huis heet dat. Sinds kort hebben we ook een logo, dat staat daar. En het is een project van een paar jaren op het gebied van preventie, huiselijk geweld, kindermishandeling. Dus achter de voordeur, wat ingewikkeld is, maar met een heleboel partijen kunnen we daar wat meer toegang toe hebben. Er zijn, Lisette Pinas noemde zich al, vertrouwenspersonen. Dat wil zeggen mensen die getraind zijn op dit onderwerp, maar ook de meldcode kennen, ook hoe de lijnen lopen richting de formele organisaties. En nou, die ondersteunen wij in hun werk en zoeken we steeds meer zeg maar, de link naar het bredere veld, zoals we hier nu ook bij elkaar zitten. Wat wij doen is op een aantal gebieden dus die trainingen laten verzorgen. Ook ondersteuning geven aan degenen die actief zijn. Dat kunnen ook sleutelmensen zijn. Jeet is een van de vertrouwenspersonen en actief met activiteiten zoals die voor mannen. Dat is een van de speciale doelgroepen. Natuurlijk iedereen, maar een aantal specifieke groepen zijn mannen en mensen met een LHBTIQ-achtergrond. Daar komen komende tijd meer activiteiten over. We zoeken natuurlijk steeds meer contact en samenwerking tussen de formele en informele partners. Informele partners zijn de maatschappelijke organisaties die dus ook getraind zijn om mee te kunnen denken zonder dat ze buiten hun kaders kunnen of hoeven te treden. Want de blijfgroep Veilig Thuis, maar de lokale organisaties, die betrekken wij heel nauw bij. In dit geval, althans in Zuidoost, is het OKT's. Stadsdeel is natuurlijk nauw betrokken, is de opdrachtgever. Maar ook zoeken we samenwerking met scholen, maar ook de politie. Hè, in verschillende buurten met verschillende personen is dat ook al zo. Maar dat zoeken we graag op. Actuele ontwikkeling, ik hoorde de naam van Masterplan. Dat zijn de aansluitingen die wij zoeken hier, waardoor we meer inbedding krijgen, want een project heeft een begin en een eind. We naderen het eind aan het eind van dit jaar. En naar jullie toe, als ik heel even mag. Aanstaande zaterdag is er een radioprogramma vanuit Venzo, waar we praten over grensoverschrijdend gedrag. Actueel thema, landelijk, maar ook lokaal natuurlijk. Er is een programma via Zoom. Die informatie zal ook via Hart voor de K-buurt rondverspreid worden. Rondom mannen en geweld. Dus niet alleen maar dat mannen plegers zijn, maar ook slachtoffers kunnen zijn. Dus we hopen dat u dan de tijd kunt nemen of in ieder geval kunt verspreiden in uw omgeving. En als u suggesties heeft of mee wil doen met ons, samen wilt werken, dan zijn mijn gegevens hier ook aanwezig. En verwijs ik ook naar de website van Venzo. En wat we graag ook zien is de verwijzing. Als u mensen tegenkomt die actief willen zijn of actief zijn al, dat we die gegevens bij elkaar kunnen brengen, zodat we dat in een overzicht hebben die beschikbaar wordt gesteld voor partners, potentiële partners als u. Dank jullie wel. Nou, bedankt.